In de Roemruchte Hallen van AFAS Live staat begin oktober een concert gepland dat de harten van Whitney Houston fans sneller zou moeten doen kloppen. Glennis Grace, eens de ster van Nederland, betreedt het podium om de hits van Whitney te vertolken. Echter, de zit- en staanplaatsen, geprijsd op een schappelijke 46 euro, blijven verrassend ongevuld. Het enthousiasme van de fans laat te wensen over, merkt Jan Uriot op in privé. De echo van lege stoelen lijkt zelfs door te klinken tot in Antwerpen, waar Glennis in maart een soortgelijk concert zal geven. De ticketverkoop geeft weinig reden tot optimisme. De affaire in de supermarkt lijkt haar nog steeds te achtervolgen, zegt een woordvoerder van Top Ticketshop in de privé. Een extra zetje in de vorm van publiciteit zou Glennis goed doen, voegt hij eraan toe. Desondanks toont Glennis zich terughoudend in de media. Een verzoek om een interview vanuit privé wordt afgewezen, hoewel vragen per e-mail wel welkom zijn. Maar daar heeft Jan weinig oren naar, de tijd dringt, voor je het weet, is het oktober. Er was een tijd dat tickets voor een concert van Glennis binnen het uur weg waren, maar die dagen zijn voorbij. Jan suggereert zelfs een nederigere aanpak, misschien moet de overstap naar de kleinere talentstage overwogen worden, met slechts 700 plaatsen. Dat lijkt meer in lijn met de huidige vraag, sneert hij. Innovatief is het repertoire immers niet meer. Deze situatie stelt de populariteit van Glennis, ooit een gevierd zangeres, ernstig op de proef. Zal zij in staat zijn om de grote zaal van AFAS live te vullen, of moet ze toch maar gaan solliciteren als vakkenvuller bij de Jumbo?